Met TikTok hebben we voor het eerst in Nederland een groot online platform dat uit China komt. En al jaren gaat het erover dat China via TikTok zou kunnen spioneren of mensen zou kunnen beïnvloeden. Maar waarom is TikTok dan nog niet verboden? Noem eens een grote online dienst uit China. Ik wacht wel. Ga ik je intussen vertellen dat veel van de diensten die wij gebruiken uit de VS komen. Instagram, Snapchat, WhatsApp, YouTube, allemaal Amerikaans. Uitzonderingen zijn er ook. We hadden ooit Hives uit Nederland, weet je nog? En muziek luisteren doen veel mensen via Spotify uit Zweden. Op gebied van hardware zijn er al langer Chinese bedrijven. Lenovo is bijvoorbeeld marktleider op het gebied van laptops. En Huawei was hard op weg om de grootste te worden bij smartphones, tot het handelsverbod van de Amerikaanse overheid in 2019 roet in het eten gooide. Maar er zijn ook Chinese merken die nog steeds actief zijn, zoals Xiaomi, Oppo en OnePlus. En er zijn ook wel Chinese online diensten. AliExpress bijvoorbeeld is al jaren bekend, maar toch niet zo groot en invloedrijk. Veel webwinkelplatforms in Nederland zijn groter en voor spionage en beïnvloeding is zo'n handelsplatform toch ook niet echt geschikt. TikTok is dus best een uniek fenomeen, want het is een videoplatform waar veel mensen uren per dag aan besteden en het is Chinees. En dat roept bij de politiek twee angsten op. De eerste is spionage, de mogelijkheid om data van gebruikers te zien en in te zetten. En dat gebeurt ook. Medewerkers volgden een Britse journalist die anonieme bronnen had binnen TikTok via het account van haar kat. En ze gebruikte locatiegegevens om die bronnen dus te achterhalen. En de tweede is beïnvloeding via de algoritmes. En vooral in de VS denken politici dat TikTok zijn invloed gebruikt om video's te pushen, om verdeeldheid te zaaien in de maatschappij. Zo denken ze dat pro-Palestijnse video's meer in de feed gepusht worden dan pro-Israëlische, terwijl de politiek in de VS juist pro-Israëlisch is. En TikTok die ontkent beide. Die journalist hebben ze wel bespioneerd, maar dat was een initiatief van die werknemers zelf. Ja, ja. En ze zouden nog nooit een verzoek vanuit de Chinese staat hebben gehad om gegevens van gebruikers. En op het gebied van algoritmes en moderatie zegt TikTok dat ze zo neutraal mogelijk proberen te zijn. Maar TikTok gaat nog verder om de zorgen weg te nemen. In de VS en Europa staat data binnenkort op servers op het eigen continent en er mogen andere bedrijven meekijken met algoritmes voor ze live gaan. Dat is Oracle in de VS en NCC Group in Europa. En is dat genoeg? De Europese Commissie en veel Europese landen verbieden TikTok al op werktelefoons van ambtenaren. En in de VS is een wetsvoorstel om TikTok te dwingen de Amerikaanse tak te verkopen aan een bedrijf uit de VS. India heeft TikTok in 2020 simpelweg al verboden. En de grotere vraag die hieronder ligt is, heb je vertrouwen in een dienst die komt uit een land dat je niet vertrouwt en waar de overheid alle bedrijven kan controleren? En het antwoord van alle westerse landen en India is duidelijk nee. En hoe je daarmee omgaat, dat verschilt duidelijk per land. Want het lijkt in Europa niet tot een echt verbod te komen. Een verbod ruist in de VS en in Europa in tegen de vrijheid van meningsuiting. Dan kun je nog steeds een verbod afdwingen, maar je moet er wel met heel goede argumenten komen. En overtuigend bewijs dat de Chinese staat TikTok inzet voor spionage of beïnvloeding, dat hebben we nog niet echt gezien. Maar de gedachte is wel logisch. Europa en China hebben geen beste relatie, maar de VS en China die zitten al jaren in een echt handelsconflict. En in tijden van oorlog probeert een staat vaak media te controleren om zo de eigen propaganda te kunnen verspreiden en te zorgen dat de bevolking zo min mogelijk propaganda ziet van de vijand. Dus als het conflict tussen de VS en China morgen nog verder escaleert, kijkt een groot deel van de bevolking urenlang per dag naar een app die onder controle kan staan van de tegenstander. En dat is natuurlijk geen fijn idee. Zou jij uren per dag gebruik maken van een app uit China? En als je vaak op TikTok zit, merk je dan wel eens dat het Chinees is? Laat het me weten in de comments. En abonneer je op ons kanaal, dan mis je geen enkele video. Gewoon hier op YouTube.